Dit is College 7. In dit college gaan we het hebben over attitudes. Laten we beginnen bij de vraag, wat is een attitude eigenlijk? Nou, om dit te illustreren laat ik je nu een paar foto's zien. Hier zie je een iPhone. Dit is koriander. Vladimir Poetin. En hele bekende frietjes. Nou, waarschijnlijk heb je tenminste bij één van deze foto's een vrij sterke reactie. Je weet gelijk wat je ervan vindt. Of misschien heb je dat bij al deze verschillende foto's wel. Je weet gelijk of je een hekel hebt aan koriander of niet. Of je die frietjes, die hele bekende frietjes, nou lekker vindt of niet. Nou, dat heeft allemaal te maken met jouw attitude. Een attitude is een evaluatie van een attitude-object. En een attitude-object, dat kan bijna alles zijn. Een persoon, een product, een voedselitem, maar ook een theorie of een bepaald idee. Je kan ook een attitude hebben over mij, of over sociale psychologie, of over evolutietheorie. Het is als het ware jouw visie, jouw evaluatie, jouw mening over dit attitude-object. En attitudes is een onderwerp wat we eigenlijk al heel vaak hebben besproken gedurende deze collegereeks. In college 6 hebben we het uitgebreid gehad over de cognitieve dissonantietheorie. Nou, deze theorie stelt dat als jouw attitude, jouw mening, afwijkt van je gedrag, we dus een onprettig gevoel van dissonantie ervaren. Dus daar hebben we het ook al gehad over onze overtuiging, onze houding ten opzichte van iets. En we hebben het in Hoorcollege 3 gehad over onszelf. We hebben ook een houding, een attitude ten oog voor onszelf. Een evaluatie, wat vind je nou van jezelf? Dat is dus eigenlijk jouw zelfvertrouwen, dat is jouw evaluatie van jezelf. Nou, een attitude is samen te vatten of valt eigenlijk uiteen in drie verschillende componenten. De component cognitie, en dat betekent zoiets als welke kennis heb je daarover, hoeveel weet je ervan, wat is de informatie die je daarover hebt. Affect, en dat wil zeggen je gevoel, ben je er positief of negatief over. En jouw gedrag, ben je geneigd om dit object te benaderen of juist te vermijden. Nou, sommige attitudes zijn meer gebaseerd op cognitie, sommige meer op affect en sommige meer op gedrag. Een attitude die meer gebaseerd is op cognitie is waarschijnlijk over bijvoorbeeld een bepaald product waar je weinig gevoel bij hebt. Stel je voor je moet een nieuwe stofzuiger kopen, dan wil je informatie verzamelen. Dus je wil meer de component cognitie wil je verder uitbreiden. En op basis daarvan maak je een beslissing om het wel of niet te kopen. Dus om je gedrag uiteindelijk aan te sturen. Dus waarschijnlijk is jouw houding, je attitude ten opzichte van de stofzuiger vooral gebaseerd op je cognitie, wat je ervan weet. Maar sommige attitudes zijn meer gebaseerd op jouw affect, wat je daarover voelt. En dat is waarschijnlijk het geval bij de plaatjes die ik op de vorige slide heb laten zien. Je hebt waarschijnlijk meteen een heel sterk gevoel bij bijvoorbeeld Vladimir Poetin. Dat heeft er ook mee te maken dat Vladimir Poetin ons eigenlijk vragen opwerpt over onze moraliteit. We vinden misschien zijn gedrag waarschijnlijk verwerpelijk, hoe hij zich gedraagt. En we hebben hier een hele duidelijke mening over. En die mening die is dus vooral dan gebaseerd op ons gevoel, of we het heel positief of heel negatief vinden. Nou, die attitudes die bestaan dus uit verschillende onderdelen. Het is eigenlijk onze evaluatie over iets. Maar hoe komen we aan die attitudes? Er zijn verschillende bronnen hoe die attitudes uiteindelijk tot stand komen. De eerste bron is onze genen, genetica. We worden als het ware geboren om bepaalde attitudes te ontwikkelen. Dat is gebleken uit onderzoek bij tweelingen, identieke tweelingen, die niet bij elkaar opgroeiden. Dus die in aparte gezinnen opgroeiden en verder ook niet met elkaar omgingen. Zij deelden bepaalde attitudes. Dus hoewel ze elkaar niet konden beïnvloeden, bleek het deels genetisch te zijn wat ze leuk gingen vinden. Nou, de reden waarom onze attitudes deels in onze genen verstopt zitten, heeft te maken met onze persoonlijkheid en ons temperament. Als bijvoorbeeld bij deze meiden zijn ze misschien heel erg sportief en heel erg outgoing. En misschien omdat ze heel sportief zijn, hebben ze allebei een bepaalde interesse gekregen in een bepaalde teamsport, zoals hockey. En hockey is de sport die door meisjes het meest gespeeld worden. Dus dan lijkt het heel opvallend dat ze allebei hockey zijn gaan spelen. Maar als je kijkt naar hun karaktereigenschappen, sportief, outgoing, teamsport, ja, dan is het misschien eigenlijk wel best een logische keuze. Dus deels zijn onze attitudes, daar worden we mee geboren. En dat komt door ons temperament en onze persoonlijkheid. Maar onze attitudes worden vooral gevormd. Ze worden bijvoorbeeld gevormd door onze opvoeding, door onze ouders. Door sociaal leren. Iets waar we in college 1 ook al over hebben gepraat. Dus de houding van opzicht van onze ouders, de attitudes van onze ouders, nemen we heel vaak onwillekeurig over. Dus als onze ouders bijvoorbeeld religieus zijn en graag naar de kerk gaan,
en ja, jou ook religieus opvoeden, dan krijg je dat mee in je opvoeding. En dan is het best wel waarschijnlijk, of in ieder geval waarschijnlijker, dat je zelf ook religieus bent en blijft. Veel waarschijnlijker dan als je niet religieus wordt opgevoed. Dus de normen en waarden en de attitudes van je ouders neem je vaak over. Dat gebeurt soms bewust, dat ouders hun mening eigenlijk opleggen bij hun kinderen. Zoals je hier op de foto ziet, als de ouders een hele sterke mening hebben over bijvoorbeeld een bepaalde politieke beslissing. Dan kunnen ze dat ook hun kinderen inzetten om die mening ook te verkondigen. Maar heel vaak, en eigenlijk nog vaker, gebeurt het veel meer tussen de regels door. En dat is iets waar je uiteindelijk als opvoeders ook heel erg bewust van moet zijn. Je probeert je kinderen dingen bij te brengen en je probeert je attitudes mee te geven, normen en waarden. Maar wat eigenlijk veel sterker werkt, is wat je zelf doet. Het gedrag wat jij vertoont, dat is iets wat je kinderen uiteindelijk ook gaan doen. Dus bijvoorbeeld als jij een moeder had die heel graag yoga beoefende en je zag haar elke dag in bepaalde yoga-houdingen zitten. Zelfs als ze je dat niet heeft opgedrongen of jou niet heeft uitgenodigd om ook yoga te gaan beoefenen, is er best een grote kans dat je haar uiteindelijk gaat imiteren. Dat komt omdat wij de neiging hebben om onze rolmodellen als rolmodellen te gebruiken en die uiteindelijk ook na te gaan doen. Dus door te kijken naar wat onze ouders doen en wat onze ouders ergens van vinden, ontwikkelen we onze eigen attitudes. Maar ook door onze eigen ervaringen leren we. En door het kijken en observeren van ons eigen gedrag. Dat is natuurlijk ook iets waar we uitgebreid over hebben gehad in college 5. Toen hadden we het over de zelfperceptietheorie. Dus als wij niet heel goed weten wat we ergens van vinden, kijken we naar ons eigen gedrag en leiden we eigenlijk onze attitude af. Als iemand bijvoorbeeld aan jou vraagt, hou je eigenlijk van wandelen? Dan denk je, oké, nou goed. Ja, ik was gisteren zelf nog gaan wandelen en ik vond het best wel lekker om buiten te zijn. En nou, vorige week was ik trouwens ook gaan wandelen. Ja, ik heb gewandeld en ik vond het leuk om te wandelen. Dus ja, ik heb een positieve houding, een positieve attitude ten opzichte van wandelen. Dus ons eigen gedrag geeft ons informatie over onze attitude. Maar ook onze ervaring. Onze ervaring met als we ons leven leiden, zijn sommige ervaringen prettig en andere minder prettig. En die prettige ervaring die monden uiteindelijk uit in positieve attitudes en die minder prettige ervaring in negatieve attitudes. En soms gaat dat eigenlijk op een stapsgewijze manier. Dat zien we bijvoorbeeld bij klassiek conditioneren. Klassiek conditioneren wil zeggen dat je een bepaalde stimulus een emotionele reactie uitlokt. En dat wordt dan gecombineerd met een stimulus die eigenlijk neutraal is. Na verloop van tijd wordt die neutrale stimulus, daar krijg je ook een emotionele reactie bij. Nou, laat ik dit even illustreren aan de hand van een voorbeeld. Hier zie je het al bij de tandarts. Zoals we allemaal wel weten, bij de tandarts hangt best wel een uitgesproken geur. En de allereerste keer dat je naar de tandarts gaat, had je waarschijnlijk nog niet eens heel erg veel mening over die geur. Het is een beetje een chemische lucht natuurlijk, maar ook een beetje naar schoonmaakmiddelen. Ja, dat is best wel een uitgesproken geur die daar hangt. En daar had je in eerste instantie, was je daar misschien neutraal over. Maar uiteindelijk ga je naar de tandarts en af en toe is bij de tandarts helemaal niet zo prettig. Dan heb je pijnlijke behandeling en het is best wel spannend om in die stoel te liggen. En het is heel veel mensen en kinderen ook vinden dat niet fijn. En na verloop van tijd leer je dus dat op het moment dat je die geur ruikt, dan ga je dat alweer associëren met die vervelende ervaring bij de tandarts. Dus zelfs alleen al het ruiken van de geur wordt op een gegeven moment onprettig. Omdat je dat dus associeert met die vervelende ervaring. Als dat gebeurt, is dat een voorbeeld van klassiek conditioneren. Een andere manier van conditioneren noemen we operant conditioneren. En dat wil zeggen dat bepaald gedrag later beloond wordt of juist wordt afgestraft. Dus bepaald gedrag heeft consequenties. En aan de hand van de consequenties ontwikkelen wij een positieve of negatieve attitude. Zoals dit jongetje hier, die is heel erg blij zoals je ziet. Hij is namelijk de hele dag meegeweest op familiebezoek. Dat was best saai. Maar na afloop kreeg hij van zijn ouders een hele grote lolly. Omdat hij zo'n lief jongetje was geweest en zich zo goed had gedragen. En elke keer als hij meegaat naar familiebezoek, krijgt hij na afloop zo'n lekkere lolly. Nou, dat is een manier van belonen van bepaald neutraal gedrag. Dat uiteindelijk kan leiden tot een positievere houding ten opzichte van dat neutrale gedrag. Dus dat familiebezoek kan uiteindelijk na verloop van tijd ook als positiever worden ervaren door dit jongetje. Nou, de laatste manier waarop we leren door ervaring is via meer exposure. Pure blootstelling aan een bepaald attitudeobject kan ervoor zorgen dat onze attitude gaat wijzigen. Nou, ik zal nu een studie bespreken waarin je dit heel mooi kan zien. Een studie naar het meer exposure effect. In dit onderzoekje kregen deelnemers verschillende objecten te zien.
Die objecten waren compleet neutraal en betekenisloos voor de deelnemers. Ze zagen bijvoorbeeld Chinese tekens of Turkse woorden. En ze waren niet Turks en ze waren ook niet Chinees, dus ze hadden geen idee wat dat betekende. Sommige van die objecten werden heel vaak getoond. Dus één bepaald Chinees teken werd bijvoorbeeld wel 20 keer getoond. En andere maar heel weinig. Nou, tot slot, dus nadat ze alleen maar blootgesteld waren aan die attitudeobjecten, werd aan het eind van het onderzoek één voor één al die objecten nog een keer in beeld gebracht en werd de vraag gesteld, hoe positief sta je ten opzichte van dit object? Nou, het is eigenlijk een beetje een rare vraag natuurlijk, want dit waren betekenisloze objecten voor de deelnemers. Maar toch gingen ze aangeven hoe leuk ze het vonden. En wat de resultaten van dit onderzoek lieten zien, was dat hoe vaker deelnemers waren blootgesteld aan een bepaald object, hoe leuker ze het gingen vinden. Dus hoe vaker ze een bepaald Chinees teken hadden gezien, hoe leuker ze het vonden. Veel leuker dan een teken wat ze nog maar 1 of 2 keer hadden gezien. Dus ja, als we iets vaker zien, dan wordt het vertrouwder voor ons. En dan gaan we het eigenlijk steeds leuker vinden. Dit is ook wat we meteen een antwoord op een vraag die ik op heb geworpen in college 2. Toen vroeg ik je, stel je voor, je hoort een nummer op de radio voor de eerste keer. Vindt het best een leuk nummer. En dan hoor je het vaker. Ga je het dan leuker vinden of minder leuk? Nou, nu je weet over het meer exposure effect, weet je het antwoord. En dat is ook de ervaring die ik zelf heb. Ik ben zelf een enorme Beyoncé-fan. Zij heeft, als zij een nieuw album uitbrengt, dan als ik de eerste keer naar luister, ben ik eigenlijk altijd een beetje, maar niet echt teleurgesteld, maar dan denk ik, oh ja, het is wel oké. Het is niet het beste album wat ze heeft uitgebracht, maar ik vind het wel oké. Nou, dan ga ik het vaker luisteren, want ik ben een fan. Dus ja, dat doe je als je fan bent, dan ga je vaker luisteren. En na een paar keer denk ik, nou, ik vind het wel echt een goed album. En als ik het uiteindelijk een maand lang non-stop op repeat heb gehad, dan denk ik, ja, het is echt mijn favoriete muziek. Wat is het toch een geweldige artiest en wat heeft ze weer een geweldig album afgeleverd. Dus ik overtuig mezelf er eigenlijk, naarmate ik vaker heb geluisterd, ervan dat het echt heel goed is. En wordt mijn attitude dus positiever. Maar er zit wel een soort van waarschuwing bij. Want het is niet zo dat wij altijd iets heel erg leuk gaan vinden of steeds leuker gaan vinden naarmate we het vaker hebben gezien of gehoord. Dat is bijvoorbeeld in mijn geval zo bij het hele leuke liedje Happy van Pharrell Williams. Vond ik meteen al leuk. Ik vond het ook leuker naarmate ik het vaker hoorde. Maar op een gegeven moment was het echt non-stop, all day, every day op elk radiozender. Nou, toen werd ik er een beetje klaar mee. En dat is de ervaring van overexposure. Dus je hebt het eigenlijk te vaak gehoord en uiteindelijk gaat dat dan weer een beetje, ja, paradoxaal genoeg de andere kant op. Dus dan ga je het uiteindelijk weer minder leuk vinden. Maar in het algemeen is het dus zo, hoe vaker je iets hebt gezien, hoe positiever je erover wordt. Met ook de kanttekening dat het alleen maar geldt voor dingen die je in eerste instantie neutraal vond. Dus waar je niet zo'n erge mening over had, zoals bij die Chinese tekens. Of als je al een beetje positief was, zoals ik bij het album van Beyoncé. Als je gelijk een verschrikkelijke hekel hebt aan iets of iemand, dan helpt het vaak niet als je er vaker aan wordt blootgesteld. Dan word je eigenlijk een beetje bevestigd in jouw negatieve houding. Nou, we weten nu dus wat attitudes zijn. We weten hoe ze ontstaan. Nou, laten we nu gaan praten over hoe je attitudes kan meten. Want dat is natuurlijk wat wij als psychologen allemaal willen. We willen attitudes meten. Nou, hoe doe je dat nou? Hoe kan je er nou achterkomen wat iemands attitude is? Nou, simpelweg door te vragen. Via vragenlijsten krijg je informatie over iemands expliciete attitude. Nou, dat moet ik even uitleggen. Een expliciete attitude wil zeggen een attitude die we bewust kunnen omschrijven en die we ook gemakkelijk kunnen rapporteren. Dus echt bewust wat we ergens van vinden. Stel je voor, ik wil bijvoorbeeld jouw expliciete attitude weten over Mark Rutte. Dan kan ik aan jou vragen, vind jij, of een stelling voorleggen, ik vind Mark Rutte een goede minister-president. Dan kan je zeggen, daar ben ik het helemaal niet mee eens, dat is 1. Of ik ben het er helemaal mee eens, dat is 7. Of ergens iets ertussenin. Dit is een Likert-schaal, noemen we dat. En dan kunnen we aangeven in hoeverre we het ermee eens zijn. En dat geeft dus informatie over onze expliciete attitude. Maar we hebben ook nog zoiets als een impliciete attitude. Een impliciete attitude is een attitude die veel meer onbewust is. Die een beetje automatisch is. Die we, ja, ook vaak, die we dus ook niet kunnen rapporteren. Maar die een beetje meer, ja, in ons lichaam zit. Dus soms zijn we ergens bewust best wel positief over. Maar onbewust hebben we toch een beetje een naar gevoel bij. En als we dat willen meten, dan kunnen we geen vragenlijsten gebruiken, maar bijvoorbeeld fysiologische maten, zoals huidgeleiding. Nou, huidgeleiding is dat kan je bijvoorbeeld meten door van die elektrodes aan iemands vinger te maken. En dan kan je eigenlijk meten in hoeverre iemand een beetje zweterige handpalmen krijgt. En dat geeft informatie over iemands impliciete attitude. Dat kan bijvoorbeeld als je wil weten of iemand een spinnenfobie heeft, dan kan je een vraag stellen.
expliciete attitude. In hoeverre vind jij spinnen eng? Dan zegt iemand misschien, oh nee hoor, ik vind spinnen helemaal niet eng. Helemaal geen probleem met spinnen. Vervolgens breng je een spin naar binnen en dan kijk je wat er gebeurt met die huidgeleiding als iemand een spin ziet. Nou, en als je dan ziet dat iemand meteen hele zweterige handpalmen krijgt, dan is die impliciete attitude dus niet in lijn, niet hetzelfde, niet in overeenstemming met de expliciete attitude. Dus zo'n fysiologische maat kan best wel veel inzicht geven in iemands soort van lichamelijke voorkeur of afkeur. Een andere manier om een impliciete attitude te meten is via de Implicit Association Test. En die ga ik met jullie doen in college 13. Dus daar geef ik jullie dan meer informatie over. Nou, we hebben dus nu gezien hoe we attitudes kunnen meten. Maar het is tot slot wel belangrijk om op te merken dat niet alle attitudes even belangrijk voor ons zijn. En dat we ook dat kunnen meten. Dus hoe centraal onze attitudes zijn voor ons is ook ja, echt heel erg belangrijke informatie. Stel je voor, ik wil weten hoe toegankelijk een bepaalde attitude is ten opzichte van Mark Rutte. Dan kan ik jou vragen om aan te geven zo snel als je kan. En hoe ver je het eens bent op de volgende vraag. Mark Rutte is een goede minister-president. En dan hoef je alleen maar te zeggen ja of nee. Nou, als je dan ja zegt in bijvoorbeeld 200 milliseconden, dus echt meteen zeg je ja, ik vind Mark Rutte een goede minister-president, heb je waarschijnlijk een toegankelijkere attitude dan als jij ja zegt in 3 seconden. Je zit een beetje te wikken en te weten, ja, wat zou ik nou zeggen? Ja, nee, ja, nee. Nou, oké, vooruit, ja. Dus als je heel snel aangeeft dat jij het ergens mee eens bent of mee oneens bent, heb je waarschijnlijk een toegankelijkere attitude. En als attitudes toegankelijker zijn, zijn ze betere voorspellers van ons gedrag. Dus als ik weet dat jij hele sterke mening hebt over Mark Rutte, dan weet ik ook of je wel of niet op hem gaat stemmen bij de volgende verkiezing. Als je daar heel lang over moet nadenken, ja, dan geeft je attitude weer niet zoveel informatie over jouw gedrag. Nou, en over de gecompliceerde relatie tussen onze attitudes en ons gedrag, daar gaan we het in het volgende gedeelte van het college uitgebreid over hebben.